naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. We zijn op dag 3 aanbeland van de noveen die we houden ter voorbereiding op het hoogfeest van de patroon van onze parochie, patroon ook van ons land, de heilige Willy Broeders. En we bidden deze noveen ter intentie ook van de eenheid van onze parochiegemeenschap. Juist ook in deze tijd van coronacrisis, tijd van pandemie, worden we opgeroepen om één te zijn met elkaar, elkaar te helpen en te steunen waar dat kan, ook al is dat op afstand. We bidden ook om verdieping van ons geloof, dat we als parochianen allemaal onze schouders eronder kunnen zetten en willen zetten om het evangelie te verkondigen, in woorden of in daden van liefde. Ik lees u voor uit de Bijbel, uit het boek Openbaringen, de Apocalyps. Een engel bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem. Terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods. Daar zal de troon van God en van het Lam staan en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. Laat ons bidden. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wij bidden u, wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Geef hen kracht en sterkte en genezing. Voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Bidden wij ook voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat we ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen. Laten we ons gebed in gebed richten tot de Heilige Geest, die met Pinksteren over de leerlingen is uitgestort en die we met het vormsel hebben mogen ontvangen. God, Heilige Geest, u hebt de heilige Willy Broeders vervuld met uw gaven, zoals de gaven van wijsheid en begrip, van goede raad en standvastigheid, en de kennis van en de eerbied voor God. Gesterkt door u heeft hij zo mensen uw weg getoond. Verhoor ons gebed en geef ons op voorspraak van de heilige Willy Broeders ook deze gaven en vervul ons gebed in overeenstemming met Gods wil. En laten we dan ons gebed voleindigen en samenvatten alles wat er in ons hart leeft en wat we niet kunnen uitspreken of willen uitspreken. Al dat waar we geen woorden voor weten te vinden, laten we dat samenvatten in die woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En laten wij bijzonder ook de voorspraak vragen van Maria, de moeder van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En zo zijn we ook op deze derde dag van de Willy Broeders Noveen met elkaar verbonden geweest via deze digitale weg. Deel rustig het filmpje, geef nog een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube-kanaal uiteraard. Maar laten we vooral ook in gebed met elkaar verbonden zijn en met elkaar verbonden blijven. En dat kunnen we niet op eigen kracht, we doen dat alleen in kracht van God die ons zijn zegen schenkt. Laten we dan ons hart openen om die zegen te ontvangen. De Heer zij met u en met uw geest. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Willy Broeders, bid voor ons.